vullen we zien. Ja. Gisteren had Steven geleden. Gisteren alleen de Steven en hij kreeg hem niet aan. Nee, gek hè? Er zat geen benzine in. Iedereen leent altijd onze grasmaaiers met benzine, maar helaas, zo werkt het dus niet. Het heeft een tijdje zo gewerkt, maar het is een beetje te duur geworden. Ja, dat is een wesp. Oké. Ik heb daar, ik weet niet of je hem ziet, ik kan wel even laten zien. Daar, een papieren zak opgehangen. En dat lijkt voor een wesp op een wespennest. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk wel een brilletje nodig. Maar wespen zijn territoriaal en die zullen je dan geen nest maken. Ze kunnen hier natuurlijk gewoon overal naar binnen. Zo moeilijk is dat niet hier. Daar ook begint een beetje uit elkaar te sodemieten. Maar goed, dit was natuurlijk altijd alleen maar carport voor Steve Soto. En daar hebben we een opslagje van gemaakt. Er staan geen dure dingen dus. Ja, die bak, die kan ik wel gebruiken. Maar goed. Benzine. Geheimpje. Dit filmpje komt een heel stuk later, maar voor ons morgen wordt Geertje 65 jaar. Dus we lopen een beetje achter. Maar we vieren het toch in besloten kring. Dus. Hopla, tuurlijk. Je hebt hem zelf gemaakt. Wat doe je? Knalt hij nou kapot? Ja, maar jij moet ook niet gooien met je spullen, lieverd. Hoe kan hij nou kapot zijn dan? Het is een heel ijzerig frame. Jij hebt hem gelast. Hij is wel niet goed gelast. Nee, dat is duidelijk. Oh god. Okay. Weet je wat je doet, lieverd? Gooi ze gewoon hierop. Oh. Dat is zonde. Nou ja, kun je wat repareren. Ah joh, ik heb toch niks te doen. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja, alles wat je maakt denk je gelijk dat dat een olifant kan houden. Maar soms moet je misschien een beetje subtieler zijn. Dat is wel een beetje mijn twijfel. Maar het ging wel. Het ging goed. Ja, tot nu. Ah. Gewoon vastbouten. Komt goed. Tuurlijk. Hij doet het goed. Ik geloof dat jullie in Nederland nu een hittegolf hebben. Misschien zijn jullie er net vanaf. Bij ons is het ook ineens een stuk warmer. Maar wel af en toe een flinke bui. Wat natuurlijk gewoon goed is. Voor het tuintje. We hebben 20 zakken aarde gehad. Omdat we door de kippenpoepaarde heen zijn. En we de aarde in ons moestuintje willen verrijken. Hier zit koelmest in. En meestal halen we wat aarde erbij elk jaar. Vorig jaar hebben we echte koelmest gehaald. Maar er zat veel plas in ook. Dus veel ammoniak. En niet alle planten vinden dat fijn. Dat gaan we van het najaar doen. Dus dan nemen we weer een kar vol gier. En dat mengen we door de aarde. Dan staan er geen planten meer op. Kan dat de hele winter zakken. Oké, nieuwe. 50 liter per zak, maal 20. 200 liter. Lekker kledderen. No. 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 Ah. Ik heb jou. Ja, ik heb jou. Nee, hij is ook weer los. Oh. Pak hem. Pak hem, bijt hem in zijn nek. Bijt hem in zijn oren. Nou, die had hij toch wel. Ja, had hij het al gedaan. Je ziet hem gewoon glimlachen. Lekkere Indy. Zo'n lekkere gozertje. Hé Indietje, Pindietje. Nou, hij reageert niet. Hij denkt, zoek jij maar lekker uit. Ik lig goed. We hebben de loopplank gesloopt, dus nu moeten ze springen. Ik wil jullie even laten zien hoe ver we zijn met de volkstuin. Elke keer halen we er een stuk gras vanaf en elke keer mengen we de aarde met koeienmest en nieuwe aarde. Dit zijn de planten die we neer hebben gezet. Allemaal een beetje met tussenposes. Dus dit gaat wel goed hier. Er zit van alles tussen. Mangold, palmkool, kool, koolraap, knolraap geloof ik ook. Gele courgettes, gewone courgettes, peultjes. Maar die peultjes heb ik geloof ik niet hierin gezet. Dat weet ik niet precies meer. Het ziet er leuk uit. Het overleeft ook. Het heeft wat hitte gehad en droogte. Het ziet eruit dat het vandaag of morgen gaat regenen. Boeren hebben ook al wat gras van het land gehaald. Kan je zien. Nou, we hebben de ton zoveel mogelijk geleegd in de ton binnen. Dus die staat klaar voor nieuwe regen. Kijk maar. Hij is afgetopt. En de ton buiten is nagenoeg leeg. Ik heb overal tomaten. We hebben al aardbeien geplukt. We hebben hier eigenlijk alle sla al opgegeten en ik heb opnieuw gezaaid. Er staat nu mangold, pluksla en radijs. Dat moet opkomen. P moet ik uitdunnen, maar er zitten nog geen kopjes boven de grond, dus daar wacht ik nog even mee. Alle tomaten gaan goed. Nou ja, je ziet hier aardbeidjes. Die gaan ook goed. Dit gaat ook allemaal prima. Ik heb hier de grotere planten uitgehaald. Die staan buiten. Clematisje gaat bloeien. En nou ja, weet je, als je zoveel bloesem ziet, dan hoop je alleen maar dat dat ook inderdaad zoveel tomaten gaan worden. Dit is toch echt boerenkool. Maar we eten het als salade. Dus wat ik doe is, ik snijd heel fijn in reepjes. En dan bak ik het heel even. Roerbak. En dan eten we het gewoon eigenlijk als salade. Heerlijk. Nou, die gaan zich vastgrijpen. Dat zijn peulen. En hier heb ik ook tomaten hangen. Daar. Dit heb ik uitgedund. Je ziet het bijna niet. Maar hier beginnen degenen die over zijn, beginnen toch wel knollen al te maken. Nou, een basilicum die veel wordt gegeten. En de rest zijn vooral tomatenplanten. Dit zijn alle diefjes die ik heb geplant hier ook. Het zijn gewoon okseldiefjes geweest. Gewoon in de grond gemikt. Er staat er nog een. Daar staat er. Dit is allemaal okseldief. Nou, je ziet die bloeien ook al. Het is gewoon een snelle manier om aan planten te komen. Dieven. Wat ik verder heb gedaan is het weghalen van zoveel mogelijk hangend blad. Hangend blad wil zeggen, dat zijn dit soort bladeren. Meestal laat ik zelfs de diefjes zitten, zodat de plant iets meer uitwaaiert. Dat is gewoon mijn methode. En ik haal de hangende bladeren weg. Dat zijn die grote die heel veel energie nemen van de plant. Deze heeft alweer zat nieuwe. En waar nooit vrucht aan komt. Zoals dus inderdaad die. Dat heb ik een tuinder zien doen. Deze ook. En daarom is bijvoorbeeld die plant zo kaal, zeg maar. Ik pak mijn schaartje. En ik knip gewoon die weg. En zo. En natuurlijk niet alles weg. Maar in ieder geval wel de bladeren waarvan ik denk van nou die zijn zo groot. Die nemen een hoop energie. Vergen die. Kijk, deze moet een beetje voorzichtig zijn. Maar even kijken of je niet een vrucht wegknipt. Zo. Planten doen er goed op. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Ik vind dat een fijne methode. Dus ik ben eerder geneigd de okseldieven te laten zitten. Maar de grote hangende bladeren weg te halen. Even kijken. Waar zit jij al vast? Daar. Het geeft ook meer licht in de plant. En ze doen het er goed op. Dus hier kan je zien. Dit is de okseldief. Dus die heeft een dubbele... top gemaakt. Die vind ik prima. Dat staat ook in bloei. En alles wat niet nodig is, gaat weg. Zo. Dat doe ik 1 keer in de week ongeveer. Nou, dan hebben we voor ook nog een jungle. Ook nog het een en het ander staan. Dus ik kan wel zeggen dat mijn tuin goed gaat. Kijk. Ik weet niet of je het ziet, daar. Daar hangen een paar trossen in. Ik geef hem elke dag water. Ik geef de kas elke dag water. En alleen vandaag niet, omdat gisteren heb ik het heel veel water gegeven. Toen was het heel heet hier. Zo. Maar ja, nu is het ook afwachten wat het weer doet. Het wordt steeds donkerder. Dus je hebt kans dat het zo losbarst. En dan, ja, die heb ik net vandaag geplant. Dus die en die en die twee. Daarom zitten ze een beetje vreemd te doen. Maar die gaan wel rechtop staan. Die ook. Die heb ik ook net geplant. Dat kun je zien. Die hebben wat waterschade aan de blaadjes. Maar je ziet dat het nieuwe groen komt. Ja, heel erg benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Hebben ze de boel gesloopt, Geertje? Ja, helemaal los. Ja. Nou, hebben we een hele hoop broedse kippen. Zijn er 4, 5 broeds? Nou, ze zitten zelfs met z'n tweeën in een hok, geloof ik, hè? Ja. Hallo. allebei een kruis. Maar ik heb ze bij een van die in de hokken gelegd. Kijk wat ze doen. Ik geloof nog een week. Een klein weekje. Dan kunnen we... Jongen, jongen, jongen. Stelletje aan stellers. Kleine week, dan verwachten we de kleintjes. Dus we moeten dun gaas hier langs maken, zodat ze er niet uit kunnen. En we hebben alle plakken gras die we hebben gerooid, zeg maar, hier uit deze bak. Die hebben we hier neergelegd als dijk. En ja, natuurlijk verdroogt dat. Maar uiteindelijk denk ik, als het weer wat natter gaat worden, dat er toch wel wat gras overleeft. Hieronder ligt dus flink hout. En omdat het ook een dikke dijk is, wordt dat heel lastig graven voor een vos. We hebben ook wat daarbinnen gelegd. Ja, ontwikkelingen bij de kippies. De temperatuur is nog steeds goed, het is niet koud. Maar het begint een beetje te waaien van die stuwwinden. Een mooie akkerlei. De sering is helaas uitgebloeid. Ik weet niet of jullie de wind horen, maar het zal wel. Ik heb, dat heb ik al eerder gezegd, microfoons besteld. Die kwamen niet. Nou, toen heb ik Amazon gebeld. Bleek dat ze vast werden gehouden in het warenhuis. In de opslag. Ze zijn door mijn klagen zijn ze losgemaakt, zoals ze dat noemen. Even laten zien, mijn lavas hier. En ze worden morgen opgestuurd, dus vanuit Duitsland. Dus ergens volgende week, dan hoop ik ze eindelijk te hebben. Kijk, hier heb ik wat dennetjes bij geplant, een beetje dichtbij. Maar het lijkt me wel leuk om ze wat... Om er een groep van te maken, zeg maar. Nou, de appelboom doet het perfect. Ik heb hem in een kuil gezet met de end net boven de grond. Daar komt ook, dat is ook zijn eigen aarde, zeg maar. Dus ik heb hem niet dieper gezet. Maar als je hem water geeft, dan blijft dat even staan. En dat is eigenlijk het beste. Hij doet het goed. En dit hier gaat zo'n langzame gangetje. De winterpostelijn doet het wel heel goed. De hei is levend. Die had ik in potten, maar die is groen geworden weer. Behalve die. Die is wel dood, denk ik. Overal komt winterpostelijn. Dat is spontaan. En de kolen die heb ik geplant. Dit is mangold. Ja, er wordt aan gevreten. Het komt. Je ziet hier wel bijvoorbeeld daar blaadjes komen. En hier ook verse blaadjes. Maar super langzaam. Wat het wel doet is de lavendel. Weer een stukje verder. Zwaar werk. We hebben gisteren koeienaarde eroverheen gegooid. Dat heb ik laten zien. Maar nu ga ik wat keukenzaken planten. Keukenzaden kun je zeggen. Even openen dit. Hier heb ik groene pompoenzaden die gewoon worden verkocht als eetzaden. En hier heb ik zonnebloempitjes en mosterdzaad. En nou ja, zonnebloempitten, we weten met z'n allen wat daaruit komt. Maar mosterdzaad, de bladeren daarvan kun je eten als salade. Vooral als ze wat jonger zijn. Dat zijn vrij snel groeiende zaden, dus of plantjes. Die kun je ook als salade gebruiken. En omdat de kropsla of de ijsbergsla nu zo duur is, kun je heel goed andere zaken gebruiken als alternatief. Gisteravond heb ik 2 kipfiletjes gebakken en die heb ik uit elkaar getrokken, dus pulled chicken. Daar heb ik 2 grote bladeren heel fijn gesneden doorheen gedaan, even geroerbakt en nou, dat was eigenlijk fantastisch. Je kunt ze ook rauw eten als je de grote dikke nerf eruit haalt. En heel fijn snijdt, dan kun je ze ook rauw eten. Deze groenten kun je dus heel goed in de plaats gebruiken van salade. Er zijn trouwens best ook wel veel bladeren van groenten die je kunt eten. Nou ja, zoals bijvoorbeeld peen. Dat blad kun je eten. Nou, mangold kennen we met z'n allen. Maar als je bijvoorbeeld boontjes hebt. En nou, hier heb ik natuurlijk geen bonen staan. Dat kun je zien. Maar dat bonenblad, dat zijn die kleine ronde blaadjes. Die een beetje op klaver lijken. Die kun je ook heel goed eten. Winterpostelijn. Die vroeg, wat is dat rare hier? Ik zeg, dat is winterpostelijn. Dat eten we in de sla. Het is me nooit opgevallen. Maar nou, daar ga je ook niet dood van. Uiteraard zijn er dingen die je niet kunt eten, zoals het blad van tomaat en aardappel. Want die horen tot de nachtschadefamilie. Dat zijn giftige planten. Maar ja, de tomaatjes, daar moet je dus even op wachten. In de tussentijd kun je dus wel heel wat blad eten. Ook van zaken die buiten in de tuin staan. Zoals bijvoorbeeld het blad van de paardenbloem. Die grote, die zijn bitter, maar de kleintjes, de jonkies, die kun je heel goed eten. En dat hebben wij ook vaak gedaan. Nou, zie jullie graag weer de volgende keer. Bye bye! Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en we zien elkaar. Bye, tot de volgende!